Uit onderzoek van NH Panel blijkt dat 57% een verbod op vuurwerk wil. Rens Kok uit Annapallona is juist een groot liefhebber. Hij kan zich geen leven zonder vuurwerk voorstellen. Ik vind vuurwerk gewoon mooi al jarenlang. Het valt niet echt te beschrijven. Vuurwerk is gewoon een passie, vind ik. En Rens Kok is niet de enige. Jaarlijks wordt er voor tientallen miljoenen euro's weggeknald. In het onderzoek geeft 1 op de 5 aan zelf dit jaar te gaan afsteken. Rens geniet nog na van het vuurwerk van vorig jaar. Maar is ook al lang weer bezig met de komende jaarwisseling. Ja, dat gaat elk jaar is hetzelfde. Altijd heel vroeg. Dus dan een kleine bestellijst van goedkoop vuurwerk. Ik zit dit jaar nu al tegen de 1000 euro aan. Maar ja, vorig jaar zat ik al tegen de 4.000-5.000 euro aan alleen al de potten. Dus dan moet je nog wat knallen en de pijlen erbij rekenen. En dan zit je wel tegen de 7.000-8.000 euro aan zo'n beetje. Wat gewoon even binnen, zou het zijn, 8 uurtjes de lucht in gaat. Vind je dat dan niet zonde? Nee, het is toch mooi. Het is 1 keer per jaar, het is nog mooi ook. En Rens beoefent zijn hobby niet alleen in Nederland met oud en nieuw. Hij gaat ook op vuurwerkvakantie in België, Tsjechië of Polen. Dat is eigenlijk het enige waarvoor we heen gaan. Het is heel de vakantie vuurwerk. Het is natuurlijk niet wekenlang, maar het is misschien voor een weekendje. Maar het is voor ons wel echt een weekend om naar uit te kijken gewoon ook. Het is natuurlijk geen verrassing dat Rens niks ziet in een vuurwerkverbod. Hij snapt wel dat mensen er last van hebben, maar... Er is altijd wel wat te klagen, vind ik. Ik denk, laat ons nou eens een keer gaan. Jongens zoals mij die dit gewoon mooi vinden, laat ons lekker ons ding doen dan. Het is dan één keer in het jaar, laat ze lekker hun ding doen, joh.